medalj. So the coin toss on the field, so the first field. He will also give some live analysis of the games. Yeah, yeah. Ja, en een mooie bal van door Finland. Yeah! First down, Oostro. Duitsland probeert door te breken. Het wil niet echt lukken. Derde down en 14 te gaan. Suomi johtaa nyt 6-0. Duitsland second down, 7 yard Zuko. Oh, almost a touchdown, nothing against Spain. Finland is still lead. Duitsland, zei ik toch? Nee, zei Spanje. Zei Spanje, oh sorry. Sorry. Sorry Sinterklaas. 7-0 dus voor Duitsland in Lelystad plaats. Oei, kom ik wel in. Interceptie daar! Dat ben ik je andere paar vandaag wel. Maar in ieder geval 13-0 voor Duitsland in hun wedstrijd tegen Spanje. Ja, Duitsland 13-0. Er is trouwens een offense pass interference. Af to the distance. To the post. In ieder geval om iemand te stoppen, wel rennen en vliegen en duiken natuurlijk. Dus meisjes en jongens spelen samen in deze fantastische sport, vlekvoetbal. Je hoort al heel... Spanje gaat voor 1 punt. Ja. Hyvä Ville! Duitsland is binnen op de 87! En Oostenrijk. Finland leidt op dit moment met 6 tegen 3. Die is niet goed, dat wou ik ook zeggen. De extra punt is niet goed. Blok, blok, daar waren blok, blok, op de deur. Oei, dat is een Oostenrijk. Kijk op de deur. Flag on the field, Germany and Spain. Je mag niet zomaar de quarterback, dus de spelverdeler, de gooier van het team aanvallen. Mag je doen, mits je van de 7 jaar komt. Voor 1 extra punt. En die extra punt die mag je doen vanaf de 5 yard line. Je kunt ook kiezen voor 2 punten. En dat ga je dan doen vanaf 12. In dit geval kiezen ze voor 1.
Even kijken. Oh, Spanje is weer in het spoor van Duitsland in die wedstrijd. Er wordt een 5 bijgezet. Een hele grote 5 op het veld, zodat u precies weet waar die 5 yard lijn is. En nog 4 minuten 10 te spelen in de eerste helft. Bij Spanje-Duitsland. Finland-Oosten eigenlijk 5 minuten 20. Oh, paas, even kijken, gaat die nummer 4. Kijk, first down voor Finland. Even kijken, wordt die gevangen. Wereldkampioenschappen, vlekvoetbal voor teams met spelers onder de 15 jaar. We hebben 8 teams dit weekend hier in de Ladies. Ze daar niet meer rennen. En scoren! Om iedereen te waarschuwen dat er nog 2 minuten te spelen is. Binnen. Mooie korte paas hier. Ja! Dan zal de tijd natuurlijk ook stil worden gezet. Spanje gaat eens lang proberen. Mooie paas daar! Ja, ja, 44. First down, had je dat gezien. Heel goed. Oh, oei, goed. Extra punt is... Ja, is goed. Ja. Ah, mooie actie, nummer 9 daar. Richting de Enzo, net op tijd gestopt. Ter poging zie ik. 4 pogingen. Mooi. Spannend. En ik. Komt ie, 7K. Nee. Finland ook niet, 4 yards. Kan de coach besluiten om zijn spelers te gaan wisselen, om een andere tactiek te spelen bijvoorbeeld. Of om spelers wat te doen. Waar zijn die vlaggen voor, Duncan? Ja, ik zit nog even af te wachten. Ja, van de scheids. Nee. Te zien wat onreglementair is. Maar die gele zakdoekjes die op het veld worden gegooid door de mannen in het zwart-wit. Dat betekent dat er iets is gebeurd wat onreglementair is. Mooie vangbal van 81 is hij over de middel gaan voor 1. Ze gaan voor de 1, dus voor de 5-yard lijn. Want in het veld een beetje op te drogen, door de bal ook lekker bespeelbaar is. Want dan kun je je voorstellen, een natte, mooie, leren bal. En scoren. En dan proberen ze dan te doen met een lange paas. Maar de Duitse vereniging stond in dit geval goed opgesteld in die wedstrijd. Ze mogen direct de aanval overnemen. Door het Duitse team. Even kijken, de extra punt is niet goed. Goed verdedigd door de nummer 44 van España. Finland probeert het ook diep. Helaas. Voor Spanje. Even kijken, nummer 28. Yes. In Spanje. Er wordt een time-out aangevraagd, geloof ik. Nee, de eerste helft is voorbij, dus even een pauze. Op veld 2. Yes! Mooie paas daar, even kijken. Ja, ja, first down. Met een eerste aanvalstrijd. Oostenrijk in de laatste play van de eerste helft. Strakke bal. Oei, net niet gevangen. Ja, slim actie dan voor nummer 7. Voor het Oostenrijkse team. Die steekt hem te zien door een van de scheidsrechters. Het is als de eerste keer kijken. Is het niet zo dat die scheidsrechter met het witte been. Hey. Oostenrijk in de aanval. Oh. Minder poging doen. Even kijken, is de score. Ja, ja. Scoren. 88. Roos lijkt voor 2 punten. Jij ziet. Oh, hey, oh. Ja, ik zie dat niet zo goed vanaf hier. Hé, hey, maar ik hoor. Dat is heel. Ja, dat is het andere. Dat ik jou dan hier heb. Ik heb mijn vader's fotoglaas niet op natuurlijk. Even kijken, 1 punt. Is die goed of niet? Ja, die. Eerste poging. Van de paas naar de zijkant. En nou moet hij er zelf op de top. Bijna een score. Van nummer 32 van het Duitse team. Maar ook net uit zijn vingertoppen glippen. Verder naar de goal is het. Kijk eens, zijn broek. Zijn blote goal. Weer gelijk.
tweede maal op de helft van Oostenrijk. Na dat onderbroek incident van zojuist. Dus even kijken wat er gaat gebeuren. Komt die paas? Nee, nou is hij vrij. Kan hij hem gooien? Oh. Drie man in de lucht. Twee in de blauw, één in de... Kornberg kijkt nog eens even op zijn zweetbandje waar we tactiek op staan. Wat gaat er gebeuren? Hij staat in ieder geval vrij. Hij kan gooien. Wie is daar? Kornberg is vrij. Gaat hij proberen. Diep. Mooi gevangen daar. En goed verdedigd. Al dicht bij de kantine, waar straks ook zo rond 12 uur natuurlijk wat gegeten kan worden. Italië neemt het daarop tegen Japan. So we're in 20 minutes, we will have the next game. And the game will be played on the two teams, please get ready. Start your warm-ups, so we can start exactly at 20 minutes past 12. So we na zo meteen om 20 minuten over 12 krijgen we Italië tegen Japan. En die wedstrijd zal gespeeld worden op veld B. En veld B is het dichtst bij en we opnieuw proberen. Maar misschien kan Spanje die aan de klein of iets. Blik zelfs ook een keer. Ja. Even kijken naar de Oostenrijk. Oh, vlaggetje op het veld. Natuurlijk is het mogelijk dat Spanje nog wat te dichtbij komt, maar dan moet ze nou wel een beetje gaan toveren. En een goede tactische aanvalspoging te gaan scoren, waardoor ze wat extra lucht krijgen. We gaan het zien. Kornbeek loopt in ieder geval vrij. Komt de paas in de lucht. In Duitsland bedoel ik. Spanje heeft ook de tweede poging. Laat me toch kijken. Finland erin, daar gaat diep. Nee, Poedos. Oh, er is geen voetbal. Dat is een verdediging heen. Er zijn nog 1 jaar te gaan. First down. Nog 1 jaar. Dus 4 in 1. Je kan het inpakken. Mooie Finland daar! Nummer 20 in de wedstrijd tegen Finland. Finland in ieder geval in de aanval. Gaan we doen naar die score. Mooie paas door het midden. Interception! Er zitten wel meer mensen die Finland spreken, maar je moet er ook iemand hebben die Nederlands spreekt. Als ik het niet vertaal, hè. Goed, Oostenrijk in aanval. Slim actie in de brede 80. Kom de first daar. Oostenrijk in aanval zijn in ieder geval op de helft van Finland. Korte paas weer rond naar de nummer 81, zoekt de zijn in op. Klopt, tijd stil. Winnen. Ze leiden dus met 33 tegen 20. Ja, 8 jaar. 8 jaar te gaan dus voor de Oostenrijkers. Dit keer is de snap wel goed, quarterback loopt zich vrij. Komt de paas in het midden? Ja. Hij is goed. Met 2 minuten 40 nog in de wedstrijd, Finland-Oostenrijk. Finland in de offense, kijken tegen 13 punten verschil achterstand aan. Dus 20 tegen 33. Paas, hop, tegen de stop. Terwijl Spanje toch redelijk bekend zijn als 10 minuten snelle en korte mooie acties. Het kan aan de temperatuur liggen natuurlijk. Maar het zijn natuurlijk zenuwen, vrees u niet, het is een wereldkampioenschap. Mijn lijn, dan wordt de tijd even stilgezet. Finland in aanval. Gaan het lopend proberen. Verrassend. 10. En op veld 1. 20, 33. Ah, Finland gaat diep eens even kijken. Ja! De vlag kan uit, want ze hebben een riante voorsprong. En ik verwacht niet dat, dat Spanje daar nog overheen komt. Even kijken naar die aanval hier op veld 1. Nu is het wel een uurtakje, nou. Oostenrijk in aanval. Hij gaat korte bal, nummer 89, hup, gepakt. Toch leuk dat de Duitse drum met een beetje die muziek van ons ook probeert. De Oostenrijk gaat het proberen, wordt gegooid, wordt gevangen, ook 26. Passeert hij de middenlijn? Nee, 2 jaar nog. 2 jaar nog. Het veld 1 tussen Spanje en Duitsland. Goed, Oostenrijk in aanval, kijken, Hals, die first down is de wedstrijd voorbij. Goed verdedigd door het Finse team daar. Goed, om in ieder geval die wedstrijd gelijk te kunnen trekken. Ze gaan het proberen, diepe bal. We vallen weer terug naar de kantine. Goed, Finland, we houden even ons ogen op die wedstrijd, want het is allemaal redelijk spannend. Bal is in de lucht. Maar ik hoor wat gevlogen die wedstrijd. Jugend beheten, Pitka Haidt daar niet. Bij Finland tegen Oostenrijk. Hey.
spelen 12. Finland moet diep. Finland moet over die lijn heen. Daar komt die bal is in de lucht. Nikke. Ja, 32-33. Stilte in de stadion. Oei. Taak te doen. Oostenrijk knielt de wedstrijd uit. Betekent Oostenrijk wint de eerste wedstrijd met 32. Finland op veld 1. We gaan overgooien buiten het speelveldbereik. Dus even iemand van de organisatie eventjes zorgen dat het midden. Even kijken, is de extra punt goed? Nee, de extra punt is not good. So Germany is leading. Finland. Hyvä Ville! Hit 7! They're in the lead in their game against Germany. Hey! Oi! Germany gain again there, about 2 yards, so they're in the red zone. 4 yards to go. That's in, that's in. Duitsland gegen Italië. En first down for Nederland. Hyvä Ville! Nyt Ville... Oi! There's the first down, Italy! Big pass, big pass! 10 yards, 8. Katko. In Duitsland. Duitsland gaat aan de leiding met 21-13. First down. Geen running play, proberen over de midline te komen voor een nieuwe first down. Thank you.
Jan van der Voorst dan, die komt links bij de tweede bal van het Italian team. Wat dan wil Lota? Italië, een beetje circus daar. Oh, Gijs Onderbroek. Oké, 6 op de helft. Dus wordt goed verdedigd door de Nederlanders. Paas over de middenlijn en daar een trek. Nog te spelen op veld 1 bij Nederland tegen Finland. 1 minuut en 10 seconden. Let op. En Germany. Nederland in de aanval. Korte paas al in midden. Mooi gevangen naar nummer 21 van Nederland. First down Nederland. Oh, oh, oh. Nee, intercepten bij Finland. Pieter bij die manschap dat zo. Onze zoek maar die kinderen wie de ouders goede sportzoek bekomen. Van Finland in de eerste helft. Rits en een grote paas. Oh, alles in de lucht. Finland hier. Kom op, Lions! Oh, yes! Awesome. Yeah. Still 1 yard to go for new first down. Great! Yep! That's the first touchdown! Mannen. Ja. We hebben een boot. Oh, we hebben een boot. Mooi. Dutch team in the offense. They go deep. Wilt zo, wilt zo. 14. Kicker. Still got a slag. No. Down by. Aanvalspoging, Team Nederland. En dan zitten we. We spelen 15 seconden. Een wedstrijd tegen de Finnen. Ja. Even kijken wat dat is. Vlek op het veld, in ieder geval nog een vlek op het veld. Is gezien door de scheids. Mooi paas, hier van nieuwe first down. First down, Finland. Pitkä Henri on, Henri on. Henri kiinni. Yeah! Rauhassa, rauhassa. Henri on. Yeah! Hey! Quarterback van Nederland. Even kijken, de bal gaat diep.